Het is de ochtend van de shoot. En ik heb me dus verslapen. Dit zijn al onze modelletjes. Ja, hartstikke goed. Oh, ik ben nooit zo blij geweest. Ben je klaar voor? Ja. Oh my god. We zijn lekker over de top. Ja, er moet wel geshined blijven worden hier. Oh, je hebt echt een muggenbult op je wang. Jezus, even wachten tot ze opnemen hoor. Nee, we hadden echt heel veel vragen naar, want ik vind het irritant. Als jullie denken dat ze vervelend geluid op achtergrond was, we zijn op kantoor en de telefoon gaat roodgloeiend omdat de collectie binnen is. Dus sorry for that. Wat gaan we allemaal doen in deze vlog? We gaan naar de film Freddie Mercury, oftewel Queen. We gaan met onze neef Chris uiteten. Oh ja, we eten kaya voor zijn verjaardag. We hebben een leuke kidshoot gepland. En last but not least, we gaan onze nagels laten doen. En als jullie denken, wat een gesnuit en van alles, dan... Dat komt omdat wij een beetje stiek zijn. Griepig, iedereen is een beetje... Sorry. Aan het dubben. Dus vandaar. Zo, het is vandaag 10 januari en dat betekent Chris is jarig, onze neef. En wij gaan morgen met z'n drietjes voor zijn verjaardag ook bij Isakaya eten in Amsterdam. Daar zijn wij zelf nog nooit geweest, dus ben heel benieuwd. Het schijnt echt heel erg lekker te zijn en het bestaat volgens mij wel echt vet lang. Dus wij zijn volgens mij echt de enige die nooit zijn geweest. Maar goed, ik heb trouwens het reinersoorbelletje in. Nu kan ik het toch allemaal vertellen. Nou, we hebben het toch wel laten zien. Ja, maar je zou ze niet meer dragen. Oeh, ja. We gaan ook druk voorbereiden voor onze kindershoot aankomende zondag. We hebben ook twee muisjes. Twee hele leuke nieuwe meisjes gescout via Instagram. Ja, Mia Bella en Giulia. En Giulia, een Italiaans meisje. Mia Bella is volgens mij ook iets half afkomst, ja, van het krulletjes. Super schattig meisje. Dus alles met 2 jaar is natuurlijk beeldig. We hebben ook van een paar meisjes hun haar laten invlechten, zodat het beter uitkomt, de kleding. En wij moeten voor onszelf nog even onze make-up look bepalen. Maar het zal wel gewoon onze dagelijkse make-up zijn. En bij kindjes hoeven we natuurlijk nooit te make-up. Een beetje leuk lipglossje en rouge, maar dat is ook echt alles. Dus we gaan jullie daarin meenemen, hoe wij ons voorbereiden op onze kindershoot. Chris zit er chill bij, maar de vrouwen niet. Want ze hebben nog maar een kwartiertje tijd. En weet niet wat we doen. Trouwens, allemaal snel omkleden. En ik ga snel even make-uppen nog een beetje. Droog je op erin. Ik ga een Burberry pak aan doen. Lekker veel. We hebben iets gevonden. Very nice. Nice. Very nice. Ga je nog lang niet aan. Of blote voetjes. Oké, we are ready. Ik moet alleen mijn telefoon nog even pakken. Telefoon, mijn telefoon. Oh, nee, ik heb mijn hele tas. Wat zijn we vreselijk. Oké, we are ready. Oké, ben ik niet vergeten? Nee, sleutels, ready? Nou, vreselijk ook. Wow. Zo overbelicht. Zo, we hebben echt binnen 15 minuten allemaal omgekleed. Ik vind het echt niet wel voor onszelf. We zijn lekker over de top. Let's go to the elevator, selfie. Dat is altijd een goed selfie. Heel erg vet. En dan heeft Chris er ook nog bij hoor. Het gaat immers om mij. Ja, het is voor jouw verjaardag. We are here. Nou, niet hier. Ik wilde zeggen, we zijn in Amsterdam. We moeten op het looppad. Hé, het licht gaat voor ons uit. Moeten we uitgang zuid hebben of uitgang? Hé, het licht gaat weer aan. We werken op licht van mensen. Ik heb best wel honger nu. Ik draag de nieuwe... paillettenbroek van Reinder. Sparkle, sparkle. En gewoon een wolvenbody. Oeh, we are here. Zijn wij de enige die nog nooit naar Isakaya zijn geweest? We zijn bij Isakaya. Ik ga er gewoon nog ver van de bak zitten. Dat je niks morst. Ja, er moet wel geshined blijven worden, hè, hier. Gezellig. We zitten nu aan het toetje. We hebben het heel gezellig en we eten veel te veel. Hoe romantisch, jongen, het is twee zo. Heerlijk. Ik heb Matje ijs. Matje. We hebben wel gelachen. We hebben wel gelachen hoor. Jezus, wat een kutlicht ook. Kijk, dat is vreselijk. Oh, het is hier alweer naar links. Nou, we hebben echt de beste parkeerplek gevonden ever. Ben je er klaar mee? Ja. Oh, ik vind het wel een heel mooi fotolicht. Nou, je maakt een grap, maar dit is echt wel de shizzle. Je hoeft eindelijk je pak aan. Nee. Ik ben inmiddels schor geworden. Wat is de schade? Oh, valt mee. 12 euro. Ja, dat is 50 cent voor 7 minuten. We waren wel inmiddels 50 euro verder. Kijk, het blijft wel een spook. Ja. Maar in een beetje baas. Kijk, mijn ene oog is veel groter dan mijn ander. Hè? Zie je dat? Nee, zo niet. Ik wil je heel even alleen mijn outfit filmen, wat ik vandaag aan heb. Marie heeft de Reiners trekking flare aan. Met een mooi bodytje. Balmain jacket. Was dat even? En dan weer Balenciaga's, zoals everyday. Zo, ik ben inmiddels thuis afgezet door chill. En ik ga nu lekker slapen, want wij gaan morgen naar Gabi onze nagels doen. Ik ben nu bij Marie, want we gaan onze nagels laten doen.
Ik ben vroeg uit de veerder gestapt, want het is nu 9 uur. Want we gaan ons vandaag doen bij Mima Self en IJsselon in Den Haag. Die is de allerlaatste dienstje al pakken voor Janietje. Dus ze gisteren super gezellig. We waren uit eten met Chris en Free bij Isekaya. En we hebben echt heerlijk gegeten. En vandaag weer een nieuwe dag. We moeten de kidshoots gaan we bij ons op kantoor doen. We zouden bij Cooper zijn studio doen, maar dat kon helaas niet meer. Dus die moeten we helemaal ombouwen. We moeten even boodschappen doen en setjes maken vandaag. Daarin gaan we jullie ook meenemen. Dus wat een druk dagje. We zijn nu bij de nagels. Wat gaat het worden? Wat gaat het worden? We laten het zo. We laten het zo. Wel rood lakken, hè? Ja. We hebben de basis. Heb ik heel erg borstvingertjes, zo? Beetje. Ik ben net klaar. En Sherietje zit op mijn schoot te wachten. En ik heb hele mooie ombrenagels. Dus staat hij niet scherp? Oh ja, nu wel. I'm in love. Want wij hebben natuurlijk morgen de kindershoot. Dus moeten we wel mooie nageltjes hebben. Sjoel is nu bezig met schabloontjes. En Sjoel gaat zilveren glitters nemen. Ja, lekker over het oog. Hè? Daar houdt ze van. Kun je ook niet kiezen met wat ze allemaal heeft. Deze volgens mij, hè? Oh, je komt helemaal niet zilver uit. Lijkt wel wit. Oh nee, zo wel. We hebben sushi besteld. En ik heb natuurlijk zoals altijd weer honger. Dus het komt goed uit. Sushi! Dit is toch wel echt het leukste klantje ever, hè? En hij heet ook Chabo. Ga kijken wat mama aan het doen is. Jullie zitten natuurlijk weer bij mij op schoot. Met de chagrijn. We hebben sushi besteld. En we hebben gewoon roze stokjes. Ja, jullie doen net of het de normaalste zaak van de wereld is, jongens. Maar ik heb dat nog nooit gezien. Ja, ik vind het enig. Gewoon roze hoesjes. Toch die zelf zouden gewoon denk ik moeten zijn. Bon appetit, bebe. Wij zitten lekker sushi te eten. Oh, stinky. Wat? Ik heb doorgestuurd. Ja, hij stinkt. Crunchy sushi gegeten. Ik heb sushi eten door jullie, dankjewel. Echt. Volgende keer gaan we naar Hongkong. Ja, ik ga mee. Kijk, het is nu zo. Mag ik het even scherp zetten? Ja. En we gaan naar glitters. Jules heeft zilver uitgekozen. Gaby zit helemaal onder de poeder. Ik ben één grote stofbal. Maar de nagels zijn perfect. Yes. Dat is het belangrijkste. Oh, ze gaat er gewoon overheen gooien, jongens. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Oh my god. Ben je zo blij? Ik ben nu best jaloers straks. Oh, toch wel? Oh, nog, wat gaan we met al die overgebleven glitters doen? We teruggooien? Ja, tuurlijk. In je haar smeren. Ja. Nee, dan gooien we terug. Ik denk al, waarom leg je nou dat kartonnetje eronder? Maar nu begrijp ik het. Leuk! Ook een fabel, als je lange nagels hebt, je kan geen nagels zetten. Ja. Niet waar. Bullshit. Bullshit. Ah. Oh, we zijn nooit zo blij geweest. Oh shit! Oké, mij kan je momenteel dus niet blijer maken, want Julie houdt van glitters. En ik heb nu glitternagels, want dit is zo insane mooi. Ik weet niet of hij scherp stelt. Ja, dus. Hoe mooi is dit? Zo blij dat we morgen shoot met ook allemaal glitter items. Dus het wordt awesome. Ik denk dat ik nooit meer iets anders neem dan glitter. Hè? Ik vind het echt de uitvinding van de eeuw. Waarom gaan wij helemaal naar Den Haag? Is omdat zij super mooie nagels heeft. Marie en ik houden van lange nagels. Dus het is best wel moeilijk om iemand te vinden die dat heel goed kan zetten. En dat ook nog lang blijft zitten. En dit blijft echt gewoon 6 weken zitten. Dat doen wij elke maand. Want wij kunnen gewoon niet zonder kunstnagels. Ik was een tijdje allergisch. Dus ik kon geen kunstnagels zetten. Maar nu heeft Gaby me geadviseerd om allergiepillen te slikken. En heb je nog gewoon nergens last van. En ik heb er nog nergens last van. Dus ik kan niet van de eeuw werken. En waarvoor wij lange nagels mooi vinden? Ja, voor het inkoopseizoen. We vinden het gewoon mooier als we onze kleding presenteren met mooie handen. Ja, en mooi wij gaan over een maandje naar China. En dan gaan we hele leuke gekke kleuren zoals neonroze of neongeel doen. Ja, het is gewoon een verlenging van jezelf. Ja, we zijn altijd bekend om onze lange nagels. Dat hebben we ook echt al heel lang. Dat hebben we echt wel. We zetten ze eerst zelf. En mama heeft het ons aangeleerd. En ja, daar zijn we dan nu een beetje te lui voor. Om heel eerlijk te zijn, hebben we het liever dat iemand het doet. En dat het helemaal perfect is. Wij hebben het helemaal fotoshoot vrijgemaakt. Komt dan aan deze kant een fotodoek. En aan die kant een fotodoek. Een wandelende stoel. Die gaan we misschien ook morgen gebruiken. Leuk dat het gewoon zo ingelicht met die benen zo eroverheen. Ja, beeldig. Ik heb een roze poef pakken uit onze showroom. Dit zijn al onze modelletjes voor morgen. Allemaal op tafel klaar liggen voor de sets die we nog moeten maken. Kijk nou, hoe beeldig. Dit is dan een setje van Luna May. Gouden pailletten sweater met een gouden flair. Amy Lin met een Trekking Fest logo. Met schoentjes in maat 26. En dit is ook echt het schatste wat je ooit hebt gezien, maat 2. Dus dit zijn alle sets die op de foto moeten. Dit zijn de meisjes van 8 die al deze sets aan gaan doen. Die hebben natuurlijk veel langere concentratiebogen dat ze er zin in hebben. Dus deze sets worden echt allemaal voor 8 jaar. Wat? Wat ga je hier doen? Dit kleed. Als ik mijn brein als zwarte lelijke beschadigd op de vloer. Tuurlijk niet, er komt toch een witte doekrol over. Dan gaan ze hoor. Vind ik toch even een gezellig gezichtje ook nog hoor. Zo die stoel hebben dit erbij vind ik wel leuk zo staan. Ik vind het wel leuk met het paillet hoor. Ja, ik ook. Zo. Nog eentje.
Ja. Ik ga even kleurboekjes halen voor de meisjes. En boodschapjes. Ik heb helemaal geen winterjas aan. Nee. Zo, je bent hartstikke verkouden. Hoi, mam. Hoi, mam. Je had haar hoofd moeten zien. We zijn lekker snoepjes aan het halen voor de kiddo's. I thought I was your mother. Yes, because you're my mother. Oh, je hebt echt een muggenbult op je wang. Jeetje. Donuts voor de kids. Nee, chocola. En we hebben ook gezonde dingen hoor, worteltjes en brood. Voor mama. Teamwork zijn we toch. Wij zijn onderweg. Wij zijn mama, Mary en moi. Naar de film. We gaan naar de film Queen. Zo heet hij niet, toch? Freddie Mercury, ja. Nee, ja. Oh, de film heet wel de Queen. Ja. Ik dacht die een andere naam had. Dus we hebben super veel zin in. We hadden een trailer al gezien bij de film Stars Born. Toen vond het al heel interessant. We gaan er met onze hele familie bijna heen. Volgens mij heet hij Bohemian Rhapsody, hoor. Ja, hij heet geen Queen. Heel veel zin in. We hebben morgen een shoot en ik heb opeens een hele muggenbult hier gekregen, zoals jullie zien. Hele dikke verdikking. Maar ja, goed. Harley gaat mij heel mooi maken, dus het komt wel goed. Hij trekt ook helemaal. Ik voel hem helemaal zitten. En zoals je ziet, glinsteren mijn nagels. Heerlijk. Making milkshakes. Oh, wat deed je nou? Spast. De best. Wij zitten weer aan. Oh, wat zijn wij openbelicht. Leuk. Gezellig hoor. Gezelligheid met de familie. Deze milkshake is wel echt de bom. Hold on, get. Oh. We are Rocky, hoe is het op van hun? Dat is wel leuk. Ik een beetje What a nice shoes are those? Ja, mooi is het. No. Wat vonden wij van de film? Jeetje, Mina, wat een goede film. Goeie film. Echt een super goede film. En wat een slecht leven, wat een goede film. Maar die dacht om helemaal in de bioscoopkleuren te gaan. Zwart-rood. Wat vonden wij van de Stinky? Huis op. Ja, het gegroeid Stinky. Wat vonden wij van de film Queen? Ik moet zeggen, we kenden Queen al wel door onze mama. Die is echt mega fan van Queen. Maar ik kende niet zijn levensverhaal. Nee, we kenden niet. We wisten wel dat hij aan AIDS was overleden dan, maar niet. Dat hij ook eerst een vrouw heeft gehad. Ja, dat ook zouden... dat. En dat hij zo'n leuk persoon was. Want ik heb echt gegierd om die film. Want hij gewoon. Hij heet helemaal geen Freddie Mercury. Hij heeft gewoon die hele naam verzonnen. Omdat hij dat gewoon mooi vond klinken. Ja, het was echt een hele goede film. Natuurlijk ook allemaal gehuild. Ja, echt. Het was echt... Heb je gehuild? Ja, jij niet? Nee, ik heb niet gehuild. Oh, het vond echt wel een hele inspirerende film. Voor onze kidscollectie. De eerste collectie hadden we niet alles voor de kids. Wat we wel voor volwassenen hadden. Aankomende collectie hebben we een veel bredere collectie voor de kids. En we begonnen eigenlijk met maar een paar items. Omdat we natuurlijk even afwachten hoe het zal gaan, maar heel veel vrouwen, moeders, nichtjes, neefjes. Ja, neefjes niet. Die kennen inmiddels Rijn, dus als ze weer het allemaal lekker zitten. Het voordeel van ons merk is dat er zit heel veel stretch in, dus al die kindjes kunnen het langer dragen. Ja, het zit natuurlijk heel erg comfy. Het zit ideaal, je trekt het zo aan. En inmiddels hebben we eigenlijk wel 80% van de volwassen collectie ook voor de kids. Ook voor de kids. Ook dit leuke t-shirtje voor de kids. Wees dat van pailletten, dus kinderen vinden dat helemaal geweldig natuurlijk. We kunnen alles minimieren. Wij zoeken onze modelletjes altijd via Instagram. We werken heel veel samen met kids management. We hebben heel leuke, lieve kleine kids en die het ook echt leuk vinden. Dat vinden we wel belangrijk. We willen geen kids die het niet leuk vinden om te doen. Nee. En het is altijd wel meer gestrest natuurlijk als je volwassen shoot hebt. Want de kinderen moeten er echt zin in hebben. Ja. En het ligt een beetje aan het humeur. Maar als je dan weer de foto's ziet hoe het is geworden, dan denk je van het was allemaal mooi te maken. Ja. Oké, het is de ochtend van de shoot. En ik heb me dus verslapen. Dus ik zie er echt niet uit. Maar Marie, die facetimt me altijd in de ochtend. Dus ik heb me 20.000 keer gebeld. Dus hier am. Dus ik ben nog steeds op tijd voor haar. Alleen ik heb vertellen hoe laat het nou nog is. Ja, het is 7:15. En ik moest klaar zijn al. Met om 7:30 naar Harley. Dus ik moest mijn make-up en alles afhalen. Maar ik heb natuurlijk geen tijd voor gehad. Want ik kwam het aan laat bij Harley. Dus ik ben een beetje... Verstrooid. En gelukkig met mijn Harley de make-up, want anders was ik helemaal te laat. Een hele leuke dag. Begint voor mij al heel sterk. Marie is mijn haar aan het krullen. En haar is ondertussen bezig met mijn make-up. Anders redden we het niet. Nu voel ik me echt een celeb. Zo doen wij dat in de vroege ochtend. Zo, we zijn opgemaakt door Harley. Ik heb hier besteld ook in mijn handen. Net als haar gekruld. En wij gaan nu richting kantoor alles klaarmaken, setjes voorbereiden en alles neerzetten. Wacht op de fotograaf. Sharon en Cooper zijn ook onderweg. Ja, gezellig. En dit is zo koud. Mooi make-upje. Dat kan onze vriendin wel. Echt hè? Oh ja, en Harley komt ook met Skytje als modelletje. Ja. Dus dat is heel erg leuk. Ja, hoe schattig. Dit toch. We zijn bezig om alle setjes te maken. Dus het schiet al aardig op. We zijn bijna ready. En sowieso voor de eerste groep meisjes die komt, hangt alles al klaar. Met super schattige kleine pailletten, sweatertjes, broekjes.
rokjes. Daar gaan we ook dan mee minimiën. Dus dat is super leuk. Skytje is er al. Ja, Sky? Lekker aan het kleuren, aan het eten. Hars bezig met make-up. Kleine Luna. Klein beetje maar. Mooi, Mia. Hallo. Schermen zijn klaar. Dat is goed, zoals je nu staat. Perfect. Dat doe je ook goed, hè? Je bent echt goed hierin. Ja. En iedereen kijkt ook gewoon toe. Vindt het helemaal niet erg? Het staat de volgende keer. Kijk eens. Mooi. En hier staan ook Julia klaar. We zijn hier ook met Luna bezig. Ach, op de beelden. Yeah. Mary, haar droom komt uit echt gewoon. Lekker, donut? Ja, heel mooi. En wij zitten hier allemaal. Oh, zo lief. Voor mij dus. Even hier kijken dan. Luna. Wippelen over ogen. We gaan even lekker met z'n allen eten tussen de shoots door. Corona en Cooper hebben de foto's gemaakt. We doen eigenlijk altijd twee fotografen, aangezien we dan twee studio's kunnen creëren, dat de kinderen meteen aan de slag kunnen. Voor ja, en het is niet heel lang overdoen om te fotograferen. Planning was eigenlijk om de shoot te doen in Cooper's studio in Rotterdam. Maar helaas was er kortsluiting, dus was het niet mogelijk om daar de kidshoots te doen. Dus vandaar dus dat hebben wij lesmint op zoek naar een locatie. Toen dachten we, we hebben best wel een groot kantoor nu. Dus hoezo niet op kantoor? Ze hebben lekker ruimte gemaakt. Dat idee kwam van Taroon en laat zijn mama dat ook. Ja. Mama zei ook meteen, hoezo niet op kantoor? Dus dat is veel dichterbij. We hoeven geen anderhalf uur te rijden naar Rotterdam. Ja. Alles was gewoon voor ons heel erg dichtbij. En we hebben hier natuurlijk alles staan, koffie, thee, niks te overhalen. Mary, jij bent van alle markten thuis, hè? Toch wat eten, hè? Zelfde pakje. Ja. Nou, is het goed? Jeetje, dit is zo goed, wat? Mooi. Ja, mooi. Twinning. Ja, hartstikke goed. Ja, dit is hebben hoor. Lekker bezig. Wat mooi zeg, deze kleurtjes zo. Hè, Sjoel? Ja. Zo, dus even, ik test nog even. Ik zeg je als we echt gaan beginnen. Hey Mary. Ja, dat zeg ik net. Beeldig staat het er. En de zusje zit ernaast. En die heeft zwart aan. Prachtig. Mooi, hè? Hoe lief. Op een zondag helpt ze ook mee. Altijd. Altijd. En haar. En haar ook. Wil je nog iets anders dan alleen naar voren? Een beetje twee handjes. Hoi, ik ben Eliza. Kijk, daar is mijn zusje. Het is hier heel leuk en ik heb nu deze kleertjes aan. Hier zijn ook nog allemaal leuke kleertjes. T-shirts zijn niet goed. En ik moet nu foto's maken, denk ik. Daar je met de wijnjes voor deze Jamie. Hoe gezellig hebben we het. Hoe mooi zijn jullie? Olly is voor Jaylin aan het filmen. Aan het vloggen. Aan het vloggen. Iedereen is tegenwoordig aan het vloggen. Zelf deze kleine Jaylin. Zo, we zijn klaar met shooten, mami. En nu zit er weer al. Sarah, figuren. En het is 4:00. Heel snel gaan allemaal. Echt goed teamwork. En wij gaan nu onze spulletjes pakken. En dan gaan we nog een beetje genieten van ons weekend. Ja, de sleutel zelf kan afsluiten. Heel mooi zo, die camera zo in mijn NVC. Dus wij gaan nu lekker naar huis. En dan zien wij jullie morgen weer. Of zo. Of zo. Oké, Marie en ik zijn klaar met onze kindershoot. En het was echt onwijs leuk, maar altijd een beetje hele chaotisch. Lieve kindjes, maar ondanks de twee zijn ze toch altijd met snoepjes brengen voor leuke foto's. En wel heel gezellig, maar omdat je zelf niet op de foto staat, moet je ook even veel meer regelen natuurlijk. Ja, zeker. Maar we hebben alles geshoot en we hebben echt de beeldigste modelletjes. Daar zijn we heel blij mee en super lieve ouders ook allemaal. Ja, echt heel leuk. Jij. En we hebben ook roze doek gecreëerd met roze kleding. Super blij, het staat allemaal super leuk, die kleine Kids collectie. Dus kunnen we niet wachten om dit aan je te laten zien. Voor de volgende keer, als mensen vragen wie je kit kan aanmelden, stuur ons gewoon even een mailtje. Ja. Maar meestal kondigen we aan via social media als we op zoek zijn naar kids. Super blij met het resultaat. We hebben een paar foto's gezien, nog niet alles. Maar we gaan heel snel met jullie alles delen. Ja, we kunnen niet wachten. Vonden jullie deze vlog nou ook zo leuk? Duimpjes omhoog. En abonneer nu op ons YouTube kanaal, want er komt veel meer aan. Gaan wij 30.000 abonnees weer een big win actie doen. Dus duimpjes omhoog. Wat wij volgende week gaan doen, wij gaan voor ons pand. Ja, samen met Dennis pand. En mama. Gaan wij naar Solid Nature. Ze hebben heel veel mooie marmer. Gaan we waarschijnlijk ons marmer uitkiezen. Maar voor de showrooms. Dus dat is wel heel erg even geheim. We gaan naar Casper Reiners. Hij is de eigenaar van onder andere Jimmy Woo. En omdat het zo leuk is, omdat hij ook
Rijn is heet. Kunnen we misschien een beetje brainstormen? Kunnen we misschien een beetje brainstormen wat we kunnen doen? Harley is jarig zaterdag, dus we gaan haar verjaardag vieren. We gaan gezellig met Palladium eten. We gaan gezellig met Palladium eten. We gaan zondag met Gary lunchen, dus het is één en al. En als je denkt, wat is dit voor geluid? Dat zijn de hondjes. Dat zijn de hondjes. Dus één en al gezelligheid volgende week. Alleen maar met meisjes, meisjes verdienen. Leuk. Leuk weekend. Ja. Love, Reiners. Steek één. Over groetjes van de hondjes. Ja.